Yo Nintendo fans, welkom bij een gloednieuwe Pokémon video. En vandaag gaan we erachter komen wat het mysterie is van deze voetstapjes. In de vorige video hebben we al 98% van de voetstapjes gevonden. We moeten dus nog één voetstapje vinden en dan moeten we naar Sonia. Ik heb geen idee wat dit betekent, maar hier is 100% van de data die we nodig hebben voor de IJzeren Wil Pokémon. Vind je dit nou een leuke serie? Doe even een blauw duimpje omhoog en vergeet sowieso niet te abonneren. Want dan mis je geen enkele video. En dan gaan we nu naar Professor Sonia. En daarvoor vliegen we weer terug naar Freezington. Wil je nou weten hoe je die voetstapjes moet vinden? Kijk dan even de vorige video, want daarin leg ik het uit. En in die vorige video hebben we ook Regieleki gevangen. Ik vind het echt een super vette Pokémon. Ik vind het wel de tofste, denk ik, van de Regis. Kijk hoe die lekker aan het bouncen is. Hoppakee. Ik vind hem super vet. Ik vind sowieso Electric-type Pokémon vet. Welk type Pokémon vinden jullie eigenlijk het tofst? Ik heb altijd wel een zwak gehad voor Electric-type Pokémon. Sonia, ik heb hier 100% van de informatie voor jou gevonden. Data voor de Cavern Pokémon is het 0%. Data voor de Grassland Pokémon is het 0%. Huh? Ik wist niet dat we nog meer data moesten zoeken. We hebben dus nu de Iron Will Pokémon gevonden. Nu kunnen we gaan zoeken waar die leeft. Ze gooit het in de Pokémon Vinder. En we zoeken naar energie. Ja, Sonia, kan je het vinden? Ja hoor. Ze heeft een matching Pokémon gevonden. En de Iron Will Pokémon can be found in the Frigid Sea. Oftewel, we moeten naar de Frigid Sea toe. En daar vinden we de legendarische Pokémon die we zoeken. Oké, nou dankjewel Sonia. Dankjewel voor je hulp. Nou kan ik daar bijna naartoe vliegen. Want we kunnen hier naar de 3-Point Pass. Oh, wat een mooie tempel is dit, hè. Daar heb ik deze baas Regieleki gevonden. En Dragapult vliegt hier ook lekker rond. Bazen Pokémon. In ieder geval, hier is de Frigid Sea. En ik heb geen idee waar ik nu naartoe moet. Hey, yo! Karakosta! Pak hem, Regieleki. Thunder Cage! Deze aanval is echt ziek hard, jongen. Kijk dan. Lekker, man. En dat was het einde van Karakosta al. Maar waar moeten we nou gaan zoeken, jongens? Ik denk daar ergens op zo'n eilandje misschien wel. Eens even kijken. Kunnen we daar op dit eiland? Ik kan in ieder geval nu wel een beetje kijken gewoon waar we naartoe kunnen gaan. Zouden we hier op dit eiland moeten gaan zoeken? Is hier die legendarische Pokémon die we zoeken? Ja! Ja! Daar is die! Dit is hem! Yo! Dit zijn die Pokémon dus die we kunnen vinden. Aha! Het is Cobalion! Ik heb wel echt supersterke Pokémon allemaal bij me. Dus ik hoop dat ik ze niet kapot maak. Ik moet er in ieder geval geen Thunder Cage bij hem doen. Want daarmee krijgt hij ook elke beurt extra damage. Dus dat moet ik sowieso niet willen. Laten we maar even gaan voor Electroweb. Oké. Dit is prima. Wat gaat er nu naar beneden? Zijn snelheid gaat naar beneden. Hij doet Sacred Sword. Die gaat mij pijn doen, mijn Regieleki. Klinkt echt lekker. Regieleki. 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 Electroweppy. Oeh, nice. Oké, cool. Hij doet nu Iron Head. Lekker. Ik ben benieuwd of we deze een beetje snel kunnen gaan pakken, jongens. Cobalion. Hoppakee. Kom maar. Kom maar gewoon in die eerste Ultra Ball, joh. Ze doen dat nooit. Ze komen nooit in die eerste Ultra... Oh, Close Combat. Auw. Sloopt hij daarmee zichzelf ook? Nee. Zijn defense gaat daarmee naar beneden. Ik dacht bijna dat hij zichzelf zou slopen nu. Oké, jongens. De laatste 8 ballen is die telkens gewoon gelijk uitgegaan. Misschien moet ik hem maar gewoon vol met HP laten. Want dit blijft gewoon zo gaan. Misschien moet ik hem helemaal geen pijn doen. Misschien kan je hem beter vangen als hij gewoon al zijn HP nog heeft. Misschien gaat dit gewoon tegen de Pokémon logica in of zo. Ik weet het anders ook niet. Of hebben we hem nu eindelijk... We hebben hem nu eindelijk! Cobalion is gevangen na 60 ballen en ruim een half uur opnemen. We hebben hem. Potverdikkidori. Jij vervelende Pokémon. Staal en Fighting type. En de Pokédex zegt vanaf het moment dat deze Pokémon is geboren, is die een soort van leider. En zijn aanwezigheid laat iedereen kalmeren. Nou, mij niet. Ik word er alleen maar boos om. Maar hier is hij dan, jongens. Cobalion. Ja, hij stapt wel mooi, inderdaad. Hij stapt wel galant achter je aan. Ben je er nou eindelijk gewoon bij, vriend? Jongen, het mocht even duren, hè? En eigenlijk moeten we dan op zoek gaan naar nieuwe voetstapjes. En hier heb ik per ongeluk voetstapjes gevonden van de grasland-Pokémon. En je ziet het hier. Ja, nog meer. Kijk, hoppakee. En nu hebben we alvast weer 6%. Maar dat is dus hier te vinden.
als je naar deze tempel gaat. En dat staat dan hier op de map in de Giant's Bed. Al moet ik zeggen dat ik nu hier ben. Ik ben hier naartoe gevlogen. Kijk maar, als we hier naartoe vliegen, dan komen we letterlijk hier voor deze tempel uit. En dit is dus de plek waar je deze lichtgevende voetstapjes kan vinden. Hier zie ik er nog twee. Nu zitten we op 10%. Daar in de hoek zie ik nog twee voetstappies. 12%. Ja, en zodoende moet je eigenlijk gewoon heel dit gebied uit gaan spitten. Dan vind je op een gegeven moment ook natuurlijk items. En nog meer items. Maar we zijn vooral op zoek naar deze voetstapjes. Volgens mij is dit ook een ander geluidje als het geluidje van net bij die andere voetstapjes. Als ik het goed heb. Hier nog even bij deze boom. En hier liggen er nog meer. We moeten eigenlijk gewoon het spoor zoeken. En als je dan alle voetstapjes weer hebt gevonden, zoals nu 100% van het grasland Pokémon, dan moet je weer terug naar Sonja. En die is natuurlijk hier te vinden in Freezington. Sonja! Ik heb weer informatie voor je. Oh, en ze is volgens mij eerst nog heel blij. Ja, en ik ook, dat we Cobalion hebben gevonden. Haar theorie klopt, zegt ze. Yay! Ik ben een beetje overenthousiast. Let maar niet op mij. Oh, we krijgen een reward, een beloning. 10 experience candies S. Oh, nou, daar heb ik niet zo gek veel aan, Sonja. Maar dankjewel. Maar ik heb dus weer data voor je gevonden. 100% voor de grasland Pokémon. Ja, en ze gaat natuurlijk weer zoeken. Waar is die dan, die grasland Pokémon? Die is te vinden in de Giant's Bed. Maar waar dan in de Giant's Bed? Daar ben ik heel benieuwd naar. En ik denk dan dat dit Frisian zou moeten zijn. Maar waar dan in de Giant's Bed? Daar ben ik heel benieuwd naar. En ik denk dan dat dit Frisian zou moeten zijn. Hallo, 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 hallo. Ik ben op zoek naar Frisian of zo. Waar ben je? Waar heb je verstopt? Ik heb geen idee, maar deze Snorlax die is bol. Ik denk hierboven. Dit is volgens mij zo'n doodlopend punt. Ik denk dat die hierboven zou moeten zijn. Eens even kijken. Of nou ja, dit is helemaal geen doodlopend punt. Hier kan je natuurlijk nog naar links. Hier loopt een Nidoqueen en een Umbreon liep er ook, een Altaria. Nee, toch niet hier blijkbaar. Ben je toevallig daar op dit kleine stukje grond hier zo? Nee, toch? Nee, ook niet. Waar zou jij te vinden zijn? Op deze vlakte hier misschien? Of loop jij misschien daarachter? Hoor ik daar een geluid? Nee, ik hoor daar een Bronzong. En weer een Umbreon. Oh, hier is die! Hier loopt hij. Ja, opeens popt hij op hier zo. Ik ben benieuwd of dit net zo moeilijk gaat. Maar die gaan we vangen in de volgende aflevering, jongens. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal als je meer Pokémon en Nintendo video's wil zien. En wil je me live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rikka. Mazzel!